Welkom, Diana. Dankjewel. Ik heb iets bedacht. Iets met keuzes. Ik hoop dat je het leuk vindt. En origineel vooral. Ik ga 10 keuzes voorleggen. En je mag er eentje weigeren, dat is die joker. En ja? Die ga ik dan beantwoorden. Oké. Okay. En ik denk dat de kijker dan zo een leuke inkijk krijgt in wie Diana Kuip echt is. Nou, wat een leuk idee. We beginnen met toch wel een hele cruciale vraag deze periode. EK of de Tour? Ik vind fietsen steeds leuker. Zelf fietsen en fietsen kijken ook, maar voetbal is wel mijn lieveling. Voetbalshirtje of een jurkje? Een jurkje. Toch wel? Ja. Ja. Maar hangt vanaf waar ik naartoe moet. Maar nee, ik ben wel echt een meisje. Ik ben niet een hooligan die per se in zijn voetbalshirt de stad in moet. In de kist, in het stadion. Nee. Een lekker technofestival of een weekje vakantie? Nou, die liggen dicht bij elkaar, maar dan wordt het toch een weekje vakantie, denk ik. Dat vind ik wel... Toch lekker, hè? Ja, omdat het een week is. Maar als ik op een festival ben, dan voelt het ook als vakantie. Ja. Dus het spant erom. Texel of Amsterdam? Dat is echt een lastige. Nu Amsterdam. Nu Amsterdam? Ja. Maar wel hele goede herinneringen aan Texel. Ja, daar ligt echt een stukje van mijn hart. En daar kom ik ook nog heel vaak. En daar ben ik met liefde opgegroeid. En misschien beland ik er ooit wel weer eens. Voorkeur voor Studio Frans of Voetbal Inside? Ah, dat is wel een goeie. Want Voetbal Inside is niet per se mijn favoriete programma. Studio Frans vind ik echt heel... ik denk toch Studio Frans. Ja. Studio Frans. Ja. Ja, omdat er toch komen verschillende gasten en Voetbal Inside is toch elke keer een beetje hetzelfde. Daar moet ik af en toe wel om grinniken. Studio Frans vind ik wel, de ene avond vind ik het echt heel saai. Ja. Maar dus ik kijk toch altijd wel om te kijken wie er zijn en ik vind dat wel verrassend. Voetbal International of Helden? En dan bedoel ik meer itemjes draaien op beeld of schrijven? Schrijven voel ik me nog steeds wel het meeste thuis. En ze hebben me echt moeten overhalen om dingen voor camera te doen. Omdat dat echt niet, ik ben niet echt een meisje dat vroeger deed alsof de microfoon, weet je, dat ik zo voor de spiegel stond. Maar nu ik het aan het doen ben, vind ik het eigenlijk super leuk. Maar ik vind schrijven voel ik me gewoon het meeste thuis. Een persoonlijke vraag denk ik waar ik wel veel uit kan halen is, heb je een voorkeur voor Huntelaar of voor Van Persie? Ik heb ze alle twee geïnterviewd. Ja. En ik moet zeggen dat het alle twee echt superleuke interviews waren. Heel anders dan ik verwachtte. Ik had verwacht dat Huntelaar heel stug zou zijn. En ik was hij helemaal niet. En ik dacht dat Van Persie een beetje een showpony zou zijn. En dat was hij ook helemaal niet. Ik kies als voetballer voor Huntelaar. Ik ben toch een vrouw in een redelijke mannenwereld. Mm-hmm. Dus daarmee bedoel ik mannen of vrouwen. Als in, waar werk je liever mee samen? Mannen, hè? Ja. Ik heb echt nog... ik heb vanaf dat ik aan het werk ben altijd op mannenredacties gewerkt. Nee, ik word echt gek als je me op een redactie met vrouwen zet. Ja. Nobelprijs voor de literatuur of je allergrootste sportheld interviewen? Ik denk niet dat je met een interview de Nobelprijs krijgt namelijk. Nee, de Nobelprijs. Ik moet zeggen dat een grote... Ik heb nooit echt helden gehad, maar ik wilde altijd op één Dennis Bergkamp interviewen. Ja. En dat is al gelukt. Dus de Nobelprijs voor literatuur lijkt me dan een uitstekende... De volgende stap. Ja. Je bent natuurlijk te gast geweest bij de Vrijdagmiddagborrel. En daar heb je Niel en mij in een moeilijk hoekje gedrukt. Dus ik denk in jouw geval dat ik dan moet vragen, nooit meer seks of nooit meer schrijven? Nooit meer seks of nooit meer schrijven? Oh, die had ik niet verwacht. Nooit meer schrijven. Ja, nooit meer schrijven, ja zeker. Ja? Ja, dan verzin ik wel wat anders. Dan ga ik wel voor de camera iets. Nee, ik ben nog hartstikke jong. En nee, nu al zonder seks lijkt me echt heel vervelend.